eerste. Ik geloof dat er maar een paar families rijk van worden. De meeste mensen die er werken, dus zij hebben het over werkgelegenheid. Ik geloof dat het meestal Polen zijn. Dus mensen hier uit de buurt, die hebben daar niet echt werkgelegenheid. Ik denk dat als je inderdaad die ouderwetse boeren nog ziet. Hè, je hebt nog van die kleine boertjes die daar nog redelijk intensieve land- en tuinbouw bedrijven. Ja, valt, ja. Nou, dan zie je heel dat... veel bestrijdingsmiddelen. Oh, dat weet ik niet hoor. Ja, dat moet ik eerlijk zeggen, dat weet ik dus niet. He, maar dan denk ik van dat kan dus ook. He, en dan zie je enorme kassen met heel veel bloemen. Een luxe product, wat wij echt niet echt direct zo nodig hebben, denk ik. Ja, nou, als dat soort afwegingen zeg ik van joh, laten we gewoon laat die koeien daar lopen en laat dan nog wat. Je hebt daar ook een mooie grote suikerbiet. Stukken grond met suikerbiet of tarwe. En dan denk ik, laten we dat houden. En niet al dat glas. Het is zo lelijk. Het is zo. En je doet het landschap zo geweld aan. En dan probeert ze aan de ene kant dat hele natuurontwikkelingsgebied voor Sint-Andries. Hè? Ja. Daar wordt ontzettend veel ingepompt. En aan de andere kant zetten ze daar het ook mooie natuurgebied zetten ze vol glas. Mijn mening, sorry hoor. Ja. Hey, ik heb hier een streeklijn van Rossum naar Andel, lijn 49. Dat doe ik 's morgens van 7 tot 10. Erg leuk. Ja. Iedere ochtend geweldig mooie zonsopgangen. Mooi gebied. In de Bommelerwaard vind ik de glastuinbouw heel lelijk. Wist u dat 1 op de 5 mensen in die sector werkt? In dit gebied? Kan ik me wel voorstellen, ja. En zegt u dan een noodzakelijk kwaad of vindt u dat ze ergens anders heen moeten? Nee, dat niet per se. Maar ze moeten misschien nog meer over ecologische kringloopprocessen nadenken. En niet alleen maar over geld maken.